Wij gaan naar München. Een stukje, nou, een klein stukje verder. We gaan naar Velden aan Württemberg. Wij gaan onze idool opzoeken. Andreas Caballé. Odi, 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 odi. We hebben er 2 maanden vooruit getrokken. Nou, als het langer duurt, dan duurt het maar langer. Wij hebben daar geen moeite mee. Als wij iets... wilden, zeg maar, daar gaan we er ook helemaal voor. München? Ja. Weet je wel hoe ver dat daar is? Jawel. Net zo ver en je net terug. Wat was dit van? Onzijn, die moest doorheen, die moest daar geopereerd worden in een privékliniek. Hij zei, maar dan gooit niet meer auto in, die is erin vlogen. Hé, hey, dankjewel. Oh, nee, die past meer heb je Dankjewel. Wij doen dit puur om te laten zien, als je beperkt bent en je komt in een hulpmiddel terecht, dat je je niet hoeft te schamen. Je hoeft niet in je eigen dorp te leven, je hoeft niet in huis op te sluiten, je kan er gewoon op uitgaan. En dat willen wij ermee laten zien, dat je echt wel wat kunt ondernemen en niet in je dorp hoeft te blijven of een dorp verder op een camping. Je kan zoveel meer, ook al ben je beperkt.